Nou, daar zit hij. En nou ziet hij er niet meer. Hey, Freekje weer van de Wegenwacht. Wat ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik heb in het donker een heel erg leuk pechgeval gevonden. Leuk. Hij is vooral heel simpel. Het is op te lossen. En het maakt gigantisch veel kabaal. Nou ja, valt ook wel mee, maar het maakt wel kabaal. Dus kijk even mee. Ja, start maar als het kan. En zet hem maar uit hoor. Nou, zoals je kan zien, dat riempje dat wappert alle kanten op en dat rafelt alle kanten op. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Wat is er nou gebeurd? De multiriem van de airco-pomp is los gaan zitten, of althans het spannertje is los gaan zitten. Daardoor is de riem gaan wapperen en is die gaan slijten. Hij is nu zo ver afgesleten dat er nu niks meer mee te doen is. Het is ook alleen maar voor de airco-pomp. Dus wat dat betreft hebben we veel geluk. Ik knip hem door. En deze auto kan weer zonder airco weliswaar, maar wel weer onderweg naar huis toe. Nou, hiervoor heb ik maar één stuk gereedschap nodig. Een schaartje. En daar ga ik dit pechgeval mee oplossen. Lekker makkelijk. Nou, daar zit hij. En nou ziet hij er niet meer. Nou, je mag hem nog een keer starten. Ja. Mooi zo. Nou, hier is hij dan. De riem. En je ziet het, door het slijten zeg maar, is dat toch echt wel heel erg gerafeld. En dit soort uitsteeksels. Die tikken dan tegen motoronderdelen aan of tegen plastic kapjes aan en dat soort dingen. Ja, en dat ratelt enorm. Dus als je dan een keer gas geeft en je hebt toevallig een keertje in dit geval dan de airco aan. Ja, dan klapt dat alle kanten op. Simpele oplossing. Op naar de garage voor een nieuwe riem. Deze is recent vervangen, tenminste recent. Hij is niet heel erg oud, dus het is niet door ouderdom dat hij gebroken is. Maar gewoon pech, helaas. Deze mee en nieuwe laten monteren. Nou, deze auto gaat weer prima onderweg. Ze kunnen lekker zelf naar huis toe rijden. Helemaal top, daar houden we van. En ik ga ook doorrijden, want ik ga naar de volgende. Heel soms kom je pechgevallen tegen en dan denk je, wat moet ik hiermee? Wat kan ik hiermee? Ik heb hier een auto gevonden waarvan de motorkap, het motorkapslot eigenlijk kapot is. Het motorkapslot is tweedelig. Dus je hebt daadwerkelijk het slot en je hebt de windvanger. En hij blijft nu de hele tijd uit zijn slot vallen en dan blijft hij aan de windhaak hangen. Als je 120 of 130 rijdt of 100 rijdt op de snelweg, is dat niet heel erg fijn. Want het kan natuurlijk zijn dat er een windvlaag onder komt en toch die windvanger even loskomt. En dan heb je echt een groot probleem, want dan komt er een hele grote motorkap over je rijtuin. Dus ik zou zeggen, kijk even met me mee. Nou, en als de auto dan klaar is en het motorkapslot zit weer enigszins vast. Nou ja, ik heb het geprobeerd, hè, je hebt het gezien. Met de tie-rips, die dus om de motorkap heen gaan en om de balken hier ook. Er zit nog een stalen balk hier, hieronder. Ik heb hem er doorheen gelust en daarmee vastgemaakt. Dat was al enigszins goed, maar ja, het kan beter. En hoe kunnen we dat beter doen? Natuurlijk, met duct tape. Is het mooi? Nee. Nou ja, aan de andere kant, een soort racing stripes, alleen dan anders. Is het mooi? Nee. Is het functioneel? Absoluut functioneel. Die meneer moet nog een klein stukje rijden. Kilometertje of 100. En ja, op deze manier durf ik het wel aan. Nou, deze meneer gaat weer rijden. Weer eentje gelukt, dus daar worden we weer blij van. Het is een beetje, heel mooie creatieve oplossing. Een echte wegenwachtoplossing als je het mij vraagt. Hij gaat weer onderweg. Een pechgeval wat ik kan oplossen met zo'n klein onderdeeltje. En dan zit je te denken, hoe dan? Nou ja, een onderdeel van het koelsysteem is kapot. En gelukkig heb ik daar een heel mooie oplossing voor. En ik ga jullie laten zien en ik ga jullie meenemen hoe ik dat ga doen. Nou,
Hopelijk gaat het zometeen allemaal goed. En hopelijk kan deze auto zometeen weer helemaal rijden. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Nou, onder de motorkap van de auto, daar hebben we de motor uiteraard. En wat bobines en een hele hoop slangen. Want de auto's van tegenwoordig zitten helemaal barstens vol met slangen. Nou, koelslangen, vacuumslangen, noem maar op. Eigenlijk allerlei soorten slangetjes die je kan vinden. Nou is er één kleine slang. En dat is deze. Die loopt hier naar achter. En die gaat hier ook, hoop ik dat hij het laat zien, door, gaat hij naar achter door naar de kachelradiator. En vervolgens gaat dat slangetje weer als overloop naar het expansievat. Daar zit een drieweg verbindingje op. En daar is er eentje van kapot. Dat is heel vervelend. Daar ga ik wat op verzinnen, want ik heb namelijk een pijpje die niet zo mooi in zo'n schuin hoekje staat. Maar ik heb er wel eentje die er prachtig tegenaan gezet kan worden en dat die weer een driewegverbinding heeft. Ik zou zeggen, kijk lekker mee hoe ik dat ga vervangen. Nou, nu heb ik een hele mooie doos vol met bepaalde connectors. Dit zijn plastic connectors voor waterslangen. En nou ja, je ziet het, allerlei vormpjes. En als je naar hier kijkt, heb ik precies eentje met drie aansluitingjes. Dus nu nog even uitzoeken of dit de maat is of nog eentje groter. Ik heb hem nog ietsje groter, ik heb hem zelfs nog eentje kleiner. Die ga ik dan monteren en dan kan de auto weer rijden zoals het hoort. Met een goed functionerend koelsysteem. En dat toch wel essentieel. Het moment is daar. Het moment. Probeer hem maar te starten. Ja hoor. Yes. Wat was er nou uiteindelijk aan de hand? Nou, dit pijpje, die is dus kapot gegaan. Hier is het andere deeltje wat ik uit die slang heb moeten peuteren. Nou, dat zat best wel een beetje vast. Die gaat de prullenbak in en ik heb hem dan vervangen voor zo eentje. Nou goed, de binnendiameter is helemaal goed, die is helemaal mooi. Dat is, de buitenkant is ietsje aan de kleine kant, maar nieuwe klemmetjes erop en dan draai je die slangetjes aan en dat zit helemaal perfect. Mocht je het echt willen, zou het altijd nog eens een keer naar het origineel kunnen, maar voorlopig zit dit weer muurvast en ja, het is dichter dan dat het was, dus dit gaat hartstikke goed. Vond je dit nou leuk om te zien? Vergeet dan natuurlijk absoluut niet te subscriben ergens daaronder of aan die kant, ik weet waar die zit. Vergeet dan ook niet eventjes het belletje aan te tikken wat daarnaast komt te staan. Dan blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwe filmpjes en wat we allemaal aan het uitvreten zijn langs de weg. En leuke oplossingen en misschien wel tijdelijk of definitieve oplossingen zoals deze te maken door ons. Dus
Bedankt voor het kijken. Ik zeg tot de volgende keer en maak er een hele mooie dag van. Heb jij nu een lekker band? En zit je op ons te wachten? We komen er vanzelf aan. Maar kijk ondertussen even een van deze twee filmpjes. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal.